Als kind hebben we allemaal wel eens gespeeld met knijpers. Je kunt ze bijvoorbeeld in het verlengde in elkaar steken, dan maken ze een kleine hoek. Ik heb me altijd afgevraagd hoe groot die hoek zou zijn. En omdat ik het antwoord niet wist, is de vraag altijd door mijn hoofd blijven spelen. Ik zou de hoek kunnen opmeten, maar dat is erg onnauwkeurig. Dus ik ga het nu maar eens op een andere manier proberen. De cirkel is 360 graden en ik heb 62 knijpers gebruikt om die cirkel te kunnen maken. Als je dat door elkaar deelt, kom je uit op 5,80645161290322 graden. Dat is dus de hoek die twee knijpers met elkaar maken. De vraag is nu opgelost, daar ben ik ook weer vanaf.